Wij zijn hier op het plein rondom de kerk, op de kunstmarkt die in het kader van de Bissingdagen georganiseerd wordt. Deze keer wordt dat gedaan door Amy en haar begeleider, haar coach, is daarin Assad Malik. Assad Malik, hoe is het dat u deze kunstmarkt hebt samen met ME zo hebt georganiseerd? Het was vaker tijdens Omer Bissingdagen werd gevraagd als het kunstenaars mee willen doen. Het is een mooie gelegenheid rondom de kerk. En dat kon je gewoon met alle manmacht, met alle kunstenaars samen evenementen opvullen. Het is elke keer weer feest. Er lopen heel veel mensen en bezoekers zijn aantallen enorm gestegen elke jaar. Maar we zijn blij met het evenement, dus dat we mee mogen doen. Amy, jij doet een opleiding aan de CPAP. Ja. Kun je daar heel praktisch iets over zeggen? Nou, de opleiding die ik doe is decor en standbouw. Dus we leren ontwerpen en daarnaast ook schilderen. Dus en het is voornamelijk vakmanschap. Een hele leuke school, heel creatief, met leuke mensen. Dus, En hoe kom je hier zo verzeild op de kunstmarkt? Want ik heb begrepen, je loopt stage bij Assad. Ik heb 20 weken stage gelopen bij Assad. Daar heb ik voornamelijk geschilderd. En toen kwam het Bissingbestuur langs en die zeiden dat ze nog iemand nodig hadden om deze dag te organiseren. Dus toen zei ik van nou, dat kan ik naast mijn stage kan ik dat wel doen. Ik heb genoeg tijd. Dus naast dat ik stage heb gelopen bij Assad, ben ik daarnaast aan de slag gegaan voor de Bissing Kunstdag. Ja. Heb je zelf hier ook nog schilderwerk bij? Nee, ik heb ervoor gekozen om toch echt puur bezig te gaan met de organisatie. Ik ben zelf op het moment ook niet heel veel bezig met kunst. Maar ik vind het ontzettend leuk om te organiseren. En ik vind het heel leuk om te zien dat er heel veel variatie zit in de kunst die hier is. En ik vind het heel leuk om ernaar te kijken. Maar ik doe zelf niet mee. Dag, mevrouw Grondman. U hebt een shirtje aan, Landsteden Kinderopvang. We staan hier bij Kunst en Kids. Wat is uw aandeel daarin? Nou, ik ben voor één dag in de week gasthouder thuis. En vandaag ben ik hier als vrijwilliger om Landsteden daarin te steunen natuurlijk. Super dat jullie dit willen organiseren. Ja. En hoe vindt u dit? Nou, het is hartstikke geweldig. Er komen steeds kinderen binnenstromen en de een gaat vlaggetjes maken en de andere die wil een mooie jas van een gekleurde vuilniszak waarvan alles op staat. Of ze laten zich sminken, of ze gaan op de foto. Of ze gaan een auto met graffiti bespuiten. Dus nou, hartstikke leuk voor die kinderen om dat te doen. En u vindt het zelf ook wel leuk, denk ik? Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Hè? Als gasthouder moet je zoiets dan ook wel leuk vinden natuurlijk. Ja, ja. U doet allerlei nieuwe ideeën op, denk ik. Ook dat nog weer, hè? Ook kan je van jonge kinderen wat leren, toch? Ja. Heel mooi, dank u wel. Hallo, ik ben Riekje. Wie ben jij? Sabine. Sabine? Ja. En ben je hier met vakantie, Sabine? Ja. Ja? Sta je hier op een camping? Ja. Weet je op welke camping? De Kleine Horen. Oh, geweldig. En wat maak jij nu? Een vlag. Een vlaggetje. En je bent ook al zo mooi gesminkt. Wie heeft dat gedaan? Ook een van de mensen van Landsteden. En wat stel je voor? Dat weet ik niet. Nee? Misschien een poes? Ja, dat kan wel. Ja. Hallo. Ik ben Riekje. Wie ben jij? Jarne. Jarne. Woon jij hier in Ommen? Ja. Oh, dat is heel erg leuk. En wat ben je aan het doen, Jarne? Autospuiten. En hoe noem je dat? Autospuiten? Ja, maar daar is ook nog een andere naam voor. Ja. Lakken? Heb je wel eens van graffiti gehoord? Nee. Nee? Nou, dat ben je eigenlijk aan het doen. En jij hebt het nou op een auto gedaan, maar er zijn ook heel veel die spuiten op muren. Of op papier. Ja, dat zou je ook kunnen. Je hebt hele goede ideeën, Jarne. Dank je wel.